De gast, goedemorgen. Vorige week zijn wij gestart met de bespreking van de begroting en de beleidsbrief. Wij waren toegekomen aan collega Meuleman om een tussenkomst te doen. En op basis van de les van vorige week waren er nog twee sprekers die nog niet aan bod gekomen zijn. Ik stel voor dat we dat nu eerst aan bod laten komen. Dat dan de minister kan antwoorden op de vragen die gesteld zijn met betrekking tot begroting. En dat dan in de namiddag dat kan verder gezet worden en ook de antwoorden kunnen gegeven worden die betrekking hebben op de beleidsbrief. Ik stel voor, collega Meuleman, dat u van start gaat. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Ik had inderdaad al een aantal opmerkingen en vragen bij de begroting. Maar ik zou toch ook even door de beleidsbrief nog willen gaan. Ik ga dat proberen zoveel mogelijk in de volgorde te doen waarin hij is opgesteld. Maar hier en daar zal dat misschien niet lukken. Dan zal ik toch verwijzen naar andere passages. Maar te beginnen met de strategische doelstelling 1, de talenten van alle leerlingen ontwikkelen. Begint de beleidsnota ook met de kleuters. En de kleuterparticipatie vooral. Daar wordt enorm gefocust op het verhogen van de participatie, die nochtans al hoog ligt. Ik zou er daarvoor pleiten, mevrouw de minister, om toch ook en vooral op kwaliteit in te zetten en de kwaliteit van het kleuteronderwijs te versterken. We zijn op werkbezoek geweest naar Denemarken. We hebben daar gezien hoe een geïntegreerde aanpak, samenwerking met welzijn, er toch voor kan zorgen dat er een zachte overgang wordt gerealiseerd, dat men op een veel geïntegreerdere manier werkt, dat de ouderparticipatie en de ouderbetrokkenheid zeer hoog ligt en dat men daar zeer actief op inzet. Ik denk dat er nog steeds nood is aan kleinere kleuterklassen. En ik denk dat vooral, en dat bleek ook op een studiedag die ik daarover heb bijgewoond, de nood aan kinderverzorging zeer hoog is. Ik heb ook gelezen in het COV-magazine dat er nu 8 uur kinderopvang voorzien is per 35 peutertjes. Als daar 55 extra peutertjes bij komen, komt daar nog een uurtje bij. Dat kwam daarop neer dat een school met 6 klassen 2 voormiddagen recht heeft op kinderverzorging. Nu, de vraag is dan, wat doen zij al die andere dagen, als zij inderdaad gemiddeld toch een 20-tal kleutertjes in de klas hebben en zij daar alleen voor staan, zonder kinderverzorging, ook op die andere dagen plassen die kindertjes in hun broek en hebben die zorg nodig. Dus ik denk dat daar echt wel een grote nood is. U verhoogt de middelen, mevrouw de minister, met 10 miljoen recurrent. Ik neem aan, ik had die vraag gesteld bij de begroting, maar dat die 10 miljoen voor volgend jaar niet bovenop komt, maar dat dat gewoon het verder zetten is van dat structurele bedrag. Maar dat is natuurlijk 10 miljoen van de 60 miljoen die nodig is om de werkingsmiddelen gelijk te schakelen. Dat zal nog steeds te weinig zijn. En ik denk, als we het echt menen met kleuterparticipatie, dat het een kwestie is van in te zetten op die kwaliteit en dat er nog werk aan de winkel is. Een tweede hoofdstuk gaat over het basisonderwijs. Het plan basisonderwijs, daar is ondertussen al een en ander over gezegd. We hebben de discussie ook gevoerd gisteren in de plenaire. Toen heeft u gezegd van kijk, ik heb de noden gehoord. Ik neem dat mee. We waren daar al langer mee bezig. Maar als ik de passage lees in de beleidsnota over het plan basisonderwijs, stelt mij dat niet helemaal gerust. Daar staat inderdaad, ik finaliseer het toekomstplan voor het basisonderwijs. Dit plan gaat uit van de kindnabije basisschool die verankerd is in de buurt. Ik wil op termijn de werkingsmiddelen optrekken en gelijk trekken zelfs. Maar goed, dat is een kleine aanzet, maar dat is nog niet voldoende. En dan staat daar ook wel, ik wil dat de schoolleiders in het basisonderwijs beter ondersteund worden. En dan verwijst u ook naar het getuigschrift, naar de gevalideerde toetsen. Dat zijn maatregelen die inderdaad in het kader van de hervorming van het secundair onderwijs genomen zijn, die laatste twee. De Vlor heeft zijn ongerustheid daar al over uitgedrukt en verwacht niet dat dat de maatregelen zullen zijn die het basisonderwijs zullen versterken. Ik volg daar de Vlor en ik heb toch ook mijn twijfels daarover of dat nu
die maatregelen zullen zijn. En voor de rest staat daar niet zoveel in. Schoolleiders ondersteund, maar dat is het in die passage in de beleidsnota. Ik denk dat het daarmee ook was dat er toch wel een felle uithaal was van de directeurs basisonderwijs in de kranten gisteren, omdat men ook wel vindt van... Zoals het hier staat, is het vrijblijvend. En ik denk dat zij heel terecht vragen van laat ons dat decretaal verankeren. Laat ons zorgen dat daar een duidelijk tijdspad en een investeringslijn voor voorzien wordt. En ik denk dat die vraag terecht is. Dus ik hoop, mevrouw de minister, dat u toch nog wat meer concrete engagementen en uitleg kan geven. Want die passage is vrij beperkt. Dan komen we bij het secundair onderwijs. Ook daar blijven wij vrij kritisch over de hervorming secundair. Ik denk dat dat hier al vaak genoeg aan bod is gekomen. Dat wij ons afvragen hoe de huidige hervormingen de schotten zullen wegwerken. Hoe de huidige hervorming iets zal doen aan het watervaleffect. En nochtans, mevrouw de minister, is de nood zeer hoog. De spijbelcijfers zijn op door AGO die bekendgemaakt, nog niet zo lang geleden. U heeft daar kort naar verwezen op de OCAN-studiedag. Er is een klein artikeltje in de pers verschenen over het feit dat het in Antwerpen niet zo slecht gaat, maar eigenlijk buiten Antwerpen zijn die cijfers wel zeer negatief. En u kan zeggen, dat komt omdat er... Die zijn zeer slecht. Dat komt omdat er meer leerlingen bijgekomen zijn. Maar ook als je dat relatief bekijkt, als je extrapoleert... Hoe dat het zou zijn als het leerlingenaantal gelijk gebleven was, gaan die cijfers fors omhoog. Op de studiedag OCAN heeft u ook verwezen dat de OCAN-groep een moeilijke groep was. Maar het blijft daar niet bij. We zien in het BSO en het TSO dat er toch wel een forse toename is. Er is een passage in de beleidsnota over het Spijbel-actieplan, maar ook daar zien wij niet zoveel nieuwe maatregelen. Ik denk, mevrouw de minister, dat er toch wel een absolute nood is aan de versterking van de CLB's. Ik denk dat dat op verschillende vlakken tot uiting komt. Ik maak mij ook zorgen over de potprojecten die nu de NAFT-projecten worden. Als ik eens de situatie in mijn regio bekijk, dan zullen er inderdaad wel veel meer trajecten zijn, maar eigenlijk met dezelfde middelen. Dat betekent dat er meer kortere en minder intensieve trajecten zullen zijn. Terwijl er toch wel een nood is aan intensieve begeleiding voor echte probleemgevallen. En men maakt zich daar zorgen over, en ik maak me daar ook zorgen over. Ik maak me er zeker zorgen over als we de toename zien in die problematische afwezigheden. Op pagina 14 gaat het over het deeltijds kunstonderwijs. Ook dat is een van de decreten die op tafel ligt. Ik zou daar willen op aandringen dat er toch een grondige bespreking komt. Nu, daar zijn hoorzittingen gepland. Maar ik denk dat we allemaal heel wat mails hebben gekregen uit de sector van mensen die ongerust zijn. Ik denk dat iedereen herkent dat er een aantal positieve maatregelen voorleggen en een aantal positieve aspecten zijn aan de hervorming die voorligt. Onder andere het feit dat er toch wel ruimte zal zijn voor vernieuwing, dat de samenwerking met het regulier onderwijs ook naar voren komt, dat men zal kunnen deelnemen vanaf 6 jaar. Maar er zijn heel wat ongerustheden op het veld. De vrees voor een zeer hoog en verhoogde werkdruk is er en is reëel, denk ik. De ongelijke behandeling van een aantal takken, participatie van etnisch-culturele minderheden ook. Ik denk dat er nog wel wijzigingen nodig zijn aan het plan zoals het voorligt. En ik hoop dat die ruimte er nog zal zijn, of aan het decreet. Pagina 16 dan. Komen we over de passage van de eindtermen. Mevrouw de minister, zoals het daar staat, denk ik dat u een beetje aan geschiedvervalsing doet. Ik wil op basis van het nieuwe kader voor de eindtermen dat men in het Vlaams parlement uitwerkt, staat daar, komen tot de geactualiseerde staat van eindterm. Ik stel daar een soort tekstamendement voor, dat u daar schrijft dat men aan in het Vlaams parlement meerderheid en oppositie aan het uitwerken was, waar de kerngroep uren, dagen, tijd in had gestoken, maar dat ik besloot te torpederen toen de werkgroep in Denemarken was. Ik denk dat dat de geschiedenis meer waarheid zou aandoen. Ik ben nog altijd zeer misnoegd over de manier waarop we daar eigenlijk koud gepakt zijn als kerngroep als het over die eindtermen ging. We waren met de beste intenties, ook vanuit de oppositie, met heel veel geduld
aan de slag gegaan. Wij hadden daar effectief met heel veel openheid ook, met heel veel bereidheid om te willen meewerken vanuit de geest. En dat was hier meermaals aangehaald dat het toch wel het beste zou zijn als je nieuwe eindtermen voor de volgende 20 jaar of langer vastlegt. En als het over de inhoud van onderwijs gaat, dat je iets opmaakt dat partij breed gedragen wordt. En met die goede intenties zijn we eigenlijk altijd met grote bereidwilligheid aan de slag gegaan. En de manier waarop we dan dat tot een conclusie gekomen is, ik hoef je dat niet te vertellen, dat we daar allerminst tevreden mee waren. Los van het feit dat er inhoudelijk al een aantal goede dingen op tafel lagen en dat we al vrij ver gekomen waren, al echt wel ver op een aantal vlakken, dat er inhoudelijk een aantal goede vernieuwingen al in de teksten stonden, blijven er een aantal knelpunten, denk ik, waarbij eigenlijk de meerderheid van de leden van de kerngroep echt wel op dezelfde lijn zaten, meerderheid en oppositie overschrijdend, zoals toch wel het proberen versterken van de levensbeschouwelijke vakken en daar ook een aantal minimumdoelen die los van levensbeschouwing waren te proberen vast te leggen. En ik denk dat we daar ook zouden uitgeraakt zijn en dat het decreet alleen maar zou versterkt hebben. Ook wat de basisgeletterdheid betreft stonden we op het punt om het sterker te maken. Maar u vond dat blijkbaar niet nodig en u vond dat de snelheid en de beslissing en de communicatie primeerde op die manier van werken. Dat is jammer. Ik vroeg mij af, mevrouw de minister, zowel wat de hervorming van het secundair onderwijs betreft als wat die eitermen betreft, lijkt het nog steeds uw intentie om dat in te voeren in 2018. U heeft vorige week gezegd dat de koepels en de betrokkenen deze week dinsdag de knoop zou doorgehakt worden. Is dat ondertussen gebeurd en wat is de uitkomst, mevrouw Krevits? Dan pagina 17 ook nog. Heeft u daar dat u in opvolging van de engagementsverklaring voor gezonde dranken en tussendoortjes een stand van zaken opmaakt? Nieuwe pakketten waarmee scholen aan de slag kunnen? Dat is een soort, u weet, we hebben onze refterrevolutie gepresenteerd, maar toch wel een refterrevolutie zeer light. Wij staan nog altijd ten volle achter onze resolutie om schoolmaaltijden een pak gezonder te maken, om kinderen veel bewuster te laten genieten van hun eten, om die refters ook wat beter te maken, want nu zitten kinderen soms in de klas of is er geen ruimte om rustig te kunnen eten. Er is een onderzoek gebeurd door Libel dat ook toch wel duidelijk naar voren bracht dat dat echt wel een stressmoment is voor veel kinderen. Ook uit het onderzoek Kleuter blijkt dat zeker voor de kleintjes die reftermomenten een absoluut stressmoment is. Dus ik denk dat we daar veel verder in kunnen gaan. We hebben daar een pak goede voorstellen voor op tafel gelegd. Ik hoop dat u die nog steeds, of dat u die zou uiteraard willen nemen. En dan in ons voorstel staat ook het voorstel van de 1 euro maaltijden om dat via de scholen te doen. Ik weet dat daar een discussie is geweest, maar we waren toen ook op werkbezoek, denk ik, naar aanleiding van het VAP, het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Ik weet niet of u daar standpunt in genomen heeft, of u ook voorstander bent om die euro maaltijden via de scholen plaatsvinden. In elk geval in mijn eigen gemeente is dat een absoluut succesverhaal. Heeft men dat toch gedaan op die manier en loopt dat zeer goed. Ook het kinderrechtencommissariaat is daar absoluut de voorstander van. Dus ik zou vragen dat dat misschien toch bekeken wordt. Pagina 17 gaat over KLIL. U zegt dat u de knelpunten die er nog zijn zal wegwerken. De inspectie heeft inderdaad toch wel heel duidelijk een aantal knelpunten naar voren geschoven. 21 van de toen 23 scholen die KLIL hadden ingevoerd, maar ondertussen zijn dat er al veel meer, gaven toch aan dat er echt wel nog wat knelpunten zijn voor een vlotte werking van KLIL. Ik zou graag willen weten, mevrouw de minister, want dat ging onder andere over het feit dat er telkens nog een Nederlandstalig alternatief moet aangeboden worden, de beperkingen, het aantal uren waarin men KLIL kan geven, de hoge vereisten toch voor de leerkrachten op vlak van een talenkennis, het feit dat de definitie niet echt duidelijk is over wat KLIL nu precies is en dat de taal en de inhoudelijke componenten
gelijk staan. Ik weet niet, ik heb daar een vraag over gesteld, over al die aspecten. Wat wil u meenemen? Welke decretale aanpassingen voorziet u nog om die knelpunten concreet weg te werken? Er zijn een aantal zaken die decretaal zouden moeten wijzigen als u ingaat op wat de inspectie suggereert. Er is ook vraag voor extra ondersteuning. Hè. Zorgen dat er netwerken zijn, dat er een nascholingsaanbod is, want daar is toch wel een hoge nood. Kleine leerkrachten moeten vaak al het materiaal zelf ontwikkelen en die ondersteuning kunnen ze denk ik echt wel gebruiken. Ik denk als we het menen en als we daar voorstander van zijn, en mijn partij is absoluut de voorstander daarvan, dat er nog wel wat zaken nodig zijn. Dus mijn vraag is wat u daar concreet zou willen doen. Pagina 18. Gaat dan over duaal leren. We hebben het daar ook al over gehad. Ik denk dat daar ook wel toch wat knelpunten nog zijn. Hè. U wil dat invoeren zonder de evaluatie van de proefprojecten af te wachten. Nu, ik hoor toch wel van op het veld, en ik heb onlangs een antwoord gekregen op een schriftelijke vraag daarover, die eigenlijk de bevindingen bevestigt, dat het niet zo evident is, onder andere om werkplekken te vinden, om geschikte mentors te vinden op die werkplek. Daar is niet echt opleiding of begeleiding voor voorzien. Er zijn ook geen vereisten voor die mentoren. Onder andere de vakantieregeling staat nog niet op punt. En zo zijn er nog wel een aantal zaken. Dus ik denk dat het zeker noodzakelijk is dat die knelpunten worden weggewerkt. Willen we van duaal leren een succes maken? Ook dat wil u invoeren in 2018, zoals heel veel zaken. Deeltijdskunsten in onderwijs, de eindtermen, de hervorming van het secundair onderwijs, het duaal leren. Nu, daarover straks meer, maar ik weet niet of dat altijd opportun is om zo snel te willen gaan. Ik denk dat het soms beter is om wat grondiger te werken. Dan komen we bij het M-decreet. Daar is ook veel over te doen in de pers vandaag. Gisteren bij de voorstelling van het rapport van de kinderrechtencommissaris. Daar zijn nog heel wat knelpunten, mevrouw de minister. We zijn ondertussen eigenlijk eind november. De invoering moest gebeuren september 2017. Er is wat tijd gevraagd bij scholen en bij ondersteuningsteams. En wat geduld aanvankelijk tot oktober. Maar ondertussen, eind november, zien we toch ook dat zowel ouders... En ik heb een aantal scholen bezocht waar men een aantal groepen ouders, leerkrachten en ondersteuners en directieleden had samengebracht uit een hele regio om mij eens goed te brieven over de knelpunten die er nog zijn. En bij de drie groepen, bij de ouders die me schrijnende verhalen vertelden over een kind dat echt wel de ondersteuning mist die de vorige jaren, waar het de vorige jaren recht op had en dat verloren loopt en dreigt te crashen. Leerkrachten, de meest geëngageerde leerkrachten, die bijna met tranen in de ogen vertelden hoe dat ze tegen een burn-out aankeken, omdat er zoveel op hen afkwam en ze het zo goed wilden doen, maar eigenlijk de vraag niet konden beantwoorden. Directieleden die vertelden dat bij gebrek aan individuele ondersteuning, want dat is vaak het probleem, ze soms zelf met kinderen met zware ASS die het moeilijk hebben, 3 kwartier op de grond in de gang zitten, die proberen tot rust te brengen. Maar dat is natuurlijk niet de taak van de directie. We weten al hoe overbevraagd de directies zijn. Maar anders blijkt dat de juf met de klas gewoon niet meer verder kan. De zaken die aangehaald worden is de expertiseverlies door de huidige hervormingen. Het feit dat er meer generalisten zijn, maar dat ze echt wel soms nood hebben aan specifieke expertise die er niet kan zijn. De weinige uren, een van de scholen had recht op 12 uur, maar zat echt wel met heel veel klassen en... En dan is het vechten om die extra ondersteuning in de klas toch te kunnen hebben. Te weinig individuele begeleiding. Dus mevrouw de minister, we hebben hier een resolutie goedgekeurd in de zomer, waarbij een eerste evaluatie was het niet, want dat mocht het niet zijn. Maar toch een eerste stand van zaken zou gegeven worden in december nu van dit jaar, 2017. Komt die eraan? Mogen we daarop rekenen? En zal u inderdaad meenemen wat daaruit komt? Want ik denk dat we die bezorgdheden echt niet mogen negeren die er nu zijn op het veld. Dan komen we bij het inschrijvingsdecreet. Was het inderdaad... Of kom ik bij het inschrijvingsdecreet? De bedoeling in het reageerakkoord om dat te vereenvoudigen en te vernieuwen. Het is daar gisteren ook even over gegaan. Ik denk dat er toch wel draagvlak is
om echt te kiezen voor die sociale mix? Ik vroeg mij af, want nu staat erin dat u de werkzaamheden van het parlement opvolgt, wat we daar nog mogen verwachten en of daar inderdaad nog knopen zullen doorgehakt worden, want zeker voor het secundair onderwijs is daar toch wel nood aan regelgeving. Bijna ten slotte. Het ook aan onderwijs, daar wil ik toch ook nog iets over zeggen, mevrouw de minister. Ik was inderdaad op die studiedag over het OCANS rapport. Ik ben daar de hele dag geweest. Ik denk dat er een aantal zaken zijn waarover men tevreden is. Ik denk het feit dat de traumabegeleiding wordt verder gezet en dat u die mensen inzet om in te zetten op psychosociale begeleiding. Die nood is hoog en dat is een goede zaak. Ik was er ook bij als de inspectie het monitoringrapport heeft voorgesteld over de werking van de vervolgcoaches. Daar zitten ook wel een aantal zaken in die ons mogen doen geloven dat er echt wel wat vooruitgang is en dat de uren die geïnvesteerd zijn broodnodig waren en zorgen voor een zekere verlichting van het werk. Maar er waren toch nog zeer veel vragen, ook wat die vervolgcoaches betreft. Het is goed dat die extra middelen er zijn. Men vraagt om dat zeker te blijven verder zetten. Men is daar zeer tevreden over. Maar het veld vraagt toch ook, geef ons een kader. En wat het probleem is, die vervolgcoaches worden ingezet in de OCANS-school. Maar vaak zit de nood natuurlijk en gaan die leerlingen naar vervolgscholen. En is daar de vraag van, op welke manier kunnen wij zorgen dat daar expertise wordt opgebouwd. Expertise die anders is dan de expertise die nodig was in de OCANS-school, waar men zeer specifiek vooral inzette op taal. Maar dan komen die kinderen in het gewone onderwijs, moeten ze de gewone vakken volgen en weten die leerkrachten natuurlijk niet hoe ze met bepaalde problemen moeten omgaan. Dus daar is een absolute vraag naar een kader, dat echt wel wat elementen geeft voor het beter inzetten van die extra middelen die er zijn. Er zijn ook nog wel grote vragen naar 16 tot 18-jarigen die hier toekomen, niet begeleide minderjarigen vaak, die inderdaad soms weinig onderwijservaring hebben of uit een heel andere context komen, waar het dan vrij laat is om met ook aan onderwijs te beginnen, waar ze nog niet klaar zijn als ze uitstromen uit ook aan onderwijs, maar wel al de leeftijd hebben om uit te stromen. Er is een Antwerps project dat daar werd voorgesteld, het BENO-project, vanuit Basis Educatie Antwerpen samen met de VTAB en met Atlas, Inburgering en Integratie, ook met de CVO's, om specifiek die doelgroep van jongeren, want dat wordt ervaren als echt een probleem, en er zijn er nu na de vluchtelingencrisis wel heel veel, nog een extra voltijdsjaar te begeleiden om ze dan toeleiding te laten vinden naar werk. Maar na het onderwijs direct naar VDAB of naar werk proberen toeleiden is te vroeg. En er zijn nog echt veel noden, ook op taalvlak, om die jongeren verder op te volgen. Er was zeer veel interesse in dat project en zeer veel vraag, ook in andere regio's, want Antwerpen is het eerste jaar dat dat van start gaat, om iets dergelijks op poten te stellen. Dus mijn vraag, bent u bereid om zoiets mee te ondersteunen en op welke manier? Want die vraag was er. Er zijn ook heel veel noden. Ik heb het net al gezegd. Als we de spijbelcijfers zien, als we de waterval zien, er was een zeer aangrijpende getuigenis van een meisje dat hier toegekomen was, heel wat capaciteiten had, journaliste wou worden, maar door het feit dat ze dan ook Frans moest leren in een andere taal, die de hare niet was, nog een extra tweede taal aanleren, waar ze geen affiniteit mee had, telkens werd doorverwezen eerst naar TSO, BSO en daar ook echt haar weg moeten zoeken heeft. En dan buitenschool de activiteiten heeft gevonden waardoor ze zijn. Nu ben ik gelukkig, maar ook qua schoolcarrière toch wel geen goede ervaring had. En ik denk dat dat ook uit het hele OCANS-rapport bleek, dat die cijfers niet goed zijn en dat er nog inspanningen nodig zijn. Dus mijn vraag was wat u concreet wil doen met die aanbevelingen. Zeker omdat op die studiedag de verwachtingen hoog waren. In elke workshop werd gezegd van ja, en de minister zal een vervolgtraject aankondigen. Er komt een participatietraject en het was uitkijken naar uw speech op het einde. En iedereen was zo wat... Of toch een aantal mensen zeiden mij van oei, we hadden verwacht dat ze toch wel iets meer ging zeggen over het participatietraject dat nu nog zal volgen en dat zal lopen en wat we daarbij kunnen verwachten en wat eruit zal meegenomen worden. Maar uiteindelijk heeft u daar niet zoveel van gezegd in uw speech, dus ik vroeg me af of u dat nog wat verder kon toelichten hoe dat er precies zal uitzien. Nog een vraagje dat misschien eerder voor bij de begroting was, maar u had het over het woon-werkverkeer en dat u dat
zou verankeren in de begroting via de middelen. Ik vroeg mij ook af of dat ook over de fietsvergoeding gaat en over of die fietsvergoeding dan zou kunnen opgetrokken worden. Maar we weten, het is al lang 0,15 cent voor het onderwijzend personeel. Voor ambtenaren is dat 0,21. Dat is toch wel een groot verschil en niet echt bemoedigend voor mensen met het onderwijs om ze de fiets te doen nemen. Dus kan dat bedrag eventueel opgetrokken worden? Overweegt u dat om dat gelijk te schakelen met de andere ambtenaren van de Vlaamse gemeenschap? Dan had ik nog een concreet vraagje, mevrouw Krivits, in verband met de LOB-voorzitters. Het is een vraag die ik hier al gesteld heb in juni. U prijst de LOB-werking en dat werd nog maar eens bevestigd, ook onder andere op de OCAN-studiedag. Dat het goed is dat we die LOB's hebben en dat we die LOB-voorzitters hebben. Die krijgen een kleine vergoeding. Die vergoeding, dat was afgesproken, is belastingsvrij. Toch kregen die en krijgen die nog steeds belastingsfietsjes. Op 15 juni zei u, ja, er beweegt wat. En op dat moment, ik heb het verslag nog eens nagelezen, zei u ook, kijk, men krijgt op mijn kabinet nu telefoon op dit eigene moment. Het zal goedgekeurd naar recht getrokken worden. Maar ik hoorde van de LOB-voorzitters dat we zijn nu november... En juni is alweer een tijd geleden dat er ook daar nog geen schot in de zaak is en dat dat blijkbaar nog niet opgelost is en dat de belastingsfiches blijven komen. Dus heeft u daar al meer nieuws over? Weet u of dat ondertussen vooruitgang boekt of waar het stropt? Ik denk dat dat mijn algemene opmerkingen en mijn punctuele vragen zijn. Mevrouw de minister, ik zou er toch nog eens willen op aandringen in de presentatie. Een van uw eerste slides, beleidsbrief 2017-2018, zegt u, we staan op een scharniermoment. Op dit moment zijn er 26 decreten in circuit en u somt er daar een aantal op. Alle 26 heb ik ze niet kunnen terugvinden. Misschien kan u de hele lijst eens geven, maar allez, ik denk dat het toch niet de ambitie kan zijn om de minister te worden met het meeste aantal decreten op haar konto. Ik denk dat dat niet het allerbelangrijkste is. Ik denk dat niet zozeer de hoeveelheid is die primeert, maar de kwaliteit en ook de haalbaarheid, mevrouw Krivits, van implementatie. Hè. Qua timing enerzijds, en je voelt daar dat het veld toch echt wel met het water aan de lippen en op zijn tenen staat, hè, wat hervormingen betreft. Men is het M-decreet echt nog aan het verwerken. En dan lijkt het wel bijzonder moeilijk en veel gevraagd om ook nog tegen 1 september 2018 en de hervorming van het secundair onderwijs en met de nieuwe eindtermen aan de slag te gaan en duaal leren te gaan implementeren en de DKO-hervorming nog te willen lanceren, waarbij dan ook verwacht wordt dat er geïntegreerd zal gewerkt worden enzovoort. Allee, ik denk dat dat echt te veel zal zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat er een realistische plan en tijdslijn wordt uitgestippeld. En twee, budgetair ook natuurlijk. De haalbaarheid van een aantal hervormingen. Ik denk dat dat ook zal moeten bekeken worden. Zeker als het over het M-decreet ook gaat, dat er een aantal aanpassingen zullen moeten komen. Het plan basisonderwijs enzovoort. Dus ik denk dat er nog werk aan de winkel is, mevrouw de minister. En hopelijk kan u iets doen aan onze bezorgdheden. Dank u wel. Mevrouw de minister, ik wil tot slot ook even tussenkomen. Als we het hebben over onderwijsbeleid, dan gaat het eigenlijk continu over het optimaal creëren van ontwikkelingskansen voor leerlingen. En u creëert heel wat nieuwe kaders. En in het creëren van deze nieuwe kaders is het van belang dat er voldoende ruimte geboden wordt om te gaan met diversiteit. Omgaan met diversiteit omwille van het feit dat we in Vlaanderen heel wat landelijke regio's hebben waarin dat scholen opereren, die totaal verschillend is van een stedelijke context om onderwijs aan te bieden. En het is van belang dat wij in de kaders die wij creëren daar rekening mee houden dat met hetzelfde kader er voldoende ruimte is om in te spelen op de eigenheid van de context waarin mensen aan de slag zijn. Maar ook voldoende ruimte om in te spelen op de diversiteit die er is omwille van de verschillende kenmerken die leerlingen hebben. En waar dat een kader dat wij creëren ook voldoende ruimte moet bieden om in te spelen op datgene wat kinderen nodig hebben om een weg af te leggen binnen onderwijs. En een derde element
in de diversiteit is het verschil tussen schoolteams. Niet elk team is hetzelfde en toch verwachten wij als overheid dat zij allemaal kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en optimale ontwikkelingskansen bieden voor leerlingen. Dat betekent dat wij ook in de kaders die wij creëren voldoende moeten rekening houden met de diversiteit die er ook is in schoolteams. En dat wij in dat kader er ook voor zorgen dat die diversiteit er toch ook in lukt om de optimale kansen te bieden voor kinderen. Naast het creëren van voldoende ruimte en flexibiliteit in de kaders is het van belang dat wij vertrekken vanuit vertrouwen in mensen die op het onderwijsveld actief zijn. Zij hebben heel wat expertise en het is van belang dat wij die expertise erkennen en dat wij ook vertrouwen hebben in deze mensen om met de expertise die ze hebben aan de slag te gaan. Dat betekent dat wij in het beleid dat wij voeren vanuit onderwijs mensen op het veld vooral moeten stimuleren en ondersteunen. En vanuit CD&V vinden wij het belangrijk om daar heel sterk de nadruk op te leggen. Een beleid dat mensen stimuleert en ondersteunt en niet zozeer controleert of sanctioneert. En tot slot is het van belang dat wij kaders creëren binnen onderwijs die continu aandacht hebben voor innovatie binnen het onderwijsveld. En ook dat element is een element dat tot nu toe nog te weinig aan bod gekomen is, maar wat wel cruciaal is in een Vlaanderen dat toch wel heel snel verandert, dat onderwijsmensen in een andere context terechtbrengt waar dat ze mee moeten omgaan. En dat betekent dat een cultuur belangrijk is die plaatsmaakt voor innovatie en ook dat verdient binnen onderwijs de nodige aandacht. Daarom dat het belangrijk is om de kaders die we creëren ook van die aard te maken dat innovatie daar een plaats in krijgt. U hebt zelf aangegeven dat er heel wat voorbereidend werk reeds verricht is en dat wij de volgende periode toch wel heel wat decreten als Vlaams parlement hier met de commissie zullen kunnen behandelen. Dat is positief. Dat betekent dat wij ons ook zeer goed zullen moeten organiseren om ervoor te zorgen dat het onderwijsveld tijdig weet binnen welk kader dat ze aan de slag gaan. Vanuit CD&V zullen wij hier in het parlement de nieuwe kaders die hier op onze tafel komen te liggen, ook telkens toetsen en de verschillende elementen die ik net heb opgesomd. Wij zullen bekijken of dat dit inderdaad gebaseerd is op vertrouwen in het onderwijsveld, of dat het voldoende ruimte en flexibiliteit biedt aan het onderwijsveld, of dat het mensen stimuleert en voldoende innovatiegericht is. Ik wil beginnen bij het onderwijsniveau waar leerlingen het eerst mee kennis maken, dat is het basisonderwijs. Wij hebben hier in het parlement al verschillende malen aandacht besteed aan het plan basisonderwijs. Vanuit CD&V vinden wij het heel belangrijk dat er een plan basisonderwijs komt. En eigenlijk was die vraag er al sinds vorige legislatuur, toen we hier vanuit het parlement met een plan voor het secundair onderwijs kwamen. Waarin dat heel wat elementen opgenomen waren voor het basisonderwijs en waarbij het basisonderwijs meteen heeft opgekeken en gesteld heeft dat het basisonderwijs eigenlijk ook een visie verdient, een plan specifiek voor het basisonderwijs, omdat zij toch wel een eigenheid hebben die verschillend is van het secundair onderwijs. Daarom dat het toch wel nodig is dat er een lange termijn visie ontwikkeld wordt, waarin dat er niet enkel en alleen gekeken wordt naar de problematiek die bijvoorbeeld de directeurs van het basisonderwijs aankaarten, maar dat er ook gekeken wordt naar de inhoud van het basisonderwijs, de methodieken die daar gebruikt worden, de echte eigenheid van het basisonderwijs die moet gerespecteerd worden, de personele omkadering, de infrastructuur, de aansturing. Dus het is nodig om een plan in de breedte te ontwikkelen. En vanuit CD&V vinden wij het belangrijk dat wij deze legislatuur
een eerste aanzet daartoe kunnen nemen, dat ook deze legislatuur al eerste maatregelen kunnen genomen worden, maar ook dat er een plan is dat kan uitgerold worden naar de volgende legislatuur toe. We hebben dat gedaan voor het secundair onderwijs. We hebben dat in het verleden gedaan voor het hoger onderwijs. Het basisonderwijs is een heel belangrijk onderwijsniveau waar dat de mogelijkheden om vanuit onderwijs de ontwikkeling van kinderen kracht bij te zetten het grootst zijn. Dus ik denk dat het ook heel erg nodig is dat wij het basisonderwijs dan ook ten volle ondersteunen en dat doen vanuit een plan waarin dat alle aspecten aan bod komen, een geïntegreerde visie en een uitrol over verschillende legislaturen heen, zodanig dat wij op die manier het basisonderwijs ten volle kunnen ondersteunen. Daarom, mevrouw de minister, is het zeer goed dat u nu al middelen voorziet om te investeren in het kleuteronderwijs. Het is een juiste keuze, omdat op de jongste leeftijd ook de mogelijkheden zijn om echt in de ontwikkeling van kinderen een bijsturing te realiseren. Daarom is het ook positief dat bijvoorbeeld de KLIL-projecten in het basisonderwijs een kans krijgen. Wij hebben dat vanuit CD&V in het verleden ook al op de tafel gelegd, dat het belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. We vinden dat nu terug in de beleidsbrief en dat is positief. En we zijn ervan overtuigd dat dat een stap vooruit is. U geeft ook aan dat ouderparticipatie belangrijk is en dat u dat wil versterken in de kleuterscholen. Ook dat willen wij ondersteunen. Maar indien dat daar mogelijkheden zijn om dat ruimer te bekijken dan de kleuterschool, maar ook op de andere onderwijsniveaus, is dat vanuit CD&V zeker en vast een positieve stap vooruit, omdat heel wat onderzoeken aantonen dat ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid voor het functioneren van kinderen op school toch wel het verschil kan maken. En alle stappen vooruit op dat vlak binnen ons onderwijs zijn positief en zullen een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van kinderen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er een decretaal kader zal komen voor het deeltijds kunstonderwijs. Ook daar zijn wij al twee legislaturen de discussie over aan het voeren. Het is belangrijk dat wij eindelijk kunnen komen tot een moment waarin dat er een kader is. Binnen het deeltijds kunstonderwijs krijgen kinderen echt wel kansen om zich te ontwikkelen, om talenten een plaats te geven. En het sterke element in het kader dat voorligt is dat er vanuit het deeltijds kunstonderwijs een verbinding gelegd wordt met het leerplichtonderwijs. En dat zal sowieso de creatieve en artistieke vorming van kinderen sowieso kracht bijzetten. En zal er ook toe leiden dat niet enkel en alleen die kinderen die vanuit een thuissituatie de kans krijgen om te participeren aan het deeltijds kunstonderwijs, dat ook die kinderen die in kwetsbare gezinssituaties opgroeien, via die verbinding ook kunnen kennismaken met datgene wat DKO te bieden heeft. En hopelijk kan dit ook leiden tot een participatie aan het deeltijds kunstonderwijs, een grotere participatie vanuit de kwetsbare doelgroepen. Want ook zij verdienen het om de talenten die ze hebben te ontwikkelen buiten de school. En hierin zien wij toch wel kansen die het nieuwe kader biedt, wat wij ten volle ondersteunen. Met het decreet leerlingbegeleiding ben ik ervan overtuigd dat wij ook positieve stappen vooruit kunnen zetten, omdat het zorgcontinuum dat opgenomen is in het M-decreet ook een plaats krijgt in het decreet leerlingbegeleiding, zodanig dat zowel school als centra voor leerlingbegeleiding vanuit eenzelfde basis opereren, vanuit diezelfde begeleidingsdomeinen, naar leerlingen kijken en bekijken hoe dat op de verschillende niveaus zowel school als centra voor leerlingbegeleiding een rol kunnen spelen. Belangrijk is uiteraard ook dat de pedagogische begeleidingsdiensten voldoende betrokken worden bij de leerlingbegeleiding en in de preventieve opdracht die de school heeft, daar toch ook een sterk ondersteunende rol kan spelen. We merken het bijvoorbeeld met het M-decreet dat het cruciaal is dat de ondersteuning op het terrein
voldoende is en dat die professionalisering een plaats moet krijgen. De ondersteuningsnetwerken zullen daar een rol in spelen, maar de pedagogische begeleidingsdiensten zijn daar ook cruciaal. Voor wat de Centra voor Leerlingbegeleiding betreft, zou ik nog wel de vraag willen voorleggen van waar dat de keuze gemaakt is om de draaischijffunctie op te nemen en niet de regiefunctie, omdat daar wel discussie rond geweest is en dat het interessant is om daar toch wel verduidelijking te krijgen bij de keuze die gemaakt is. Daar worden extra middelen voorzien voor de CLB's. Die zijn zeer welkom, zijn ook heel erg nodig, omdat de centra eigenlijk bij alle nieuwe uitdagingen die er zijn binnen dezelfde enveloppen aan de slag moeten gaan, wat niet altijd vanzelfsprekend is. Dus die extra middelen, daar zijn de centra zeer tevreden over. Vraag is of dat er ook al duidelijkheid is over de manier waarop dat extra middelen zullen ingezet worden. Daar is in bepaalde regio's een toename van leerlingen. In de ene regio al wat meer toename van leerlingen die bijzondere noden hebben in vergelijking met andere regio's. Ook wat betreft de leerlingen die als vluchteling zijn toegekomen in ons land en die opgevangen zijn in de scholen. Ook daar zien we dat er verschillen zijn in regio's en dat dat ook wel zijn implicaties gehad heeft op de werking van de CLB's. Speelt dat mee een rol in het inzetten van de middelen of is dat niet bepaald de bedoeling? Dus dat is een vraag die ik daarbij nog wil stellen. Voor wat de beleidsbrief betreft, hebt u opgenomen dat u een visie wil ontwikkelen met betrekking tot de professionalisering van leerkrachten. Dat is heel positief, maar daarbij stel ik mij de vraag of dat het daarbovenop toch niet wenselijk is om een visie te ontwikkelen over het totale HRM-beleid binnen onderwijs. We hebben het gisteren in de plenaire vergadering gehad over het doctoraatsonderzoek. En toen werd eigenlijk de sociale mix onder de loep genomen. Maar zeker zo belangrijk uit het doctoraatsonderzoek is dat niet zozeer een individuele leerkracht, maar vooral de school als organisatie een impact heeft op lange termijn. En als we dan kijken dat er aandacht geschonken wordt voor de professionalisering van leerkrachten, dan is dat op zich positief. Maar zeker zo belangrijk is dat de professionalisering van het volledige schoolteam, de professionalisering van de inrichtende machten, van directies, daarin een plaats moeten krijgen, net omdat het niet zozeer de individuele leerkracht, maar het volledige schoolteam is dat het verschil maakt. Vandaar dat die professionalisering ook op andere niveaus van cruciaal belang is en het HRM-beleid best op de verschillende niveaus ook onder de loep genomen wordt en dat het van belang is om die visie niet enkel en alleen te beperken tot de professionalisering van leerkrachten. Dat brengt mij naadloos bij een ander element in de beleidsbrief en dat is het EVC-beleid. Heel positief dat daar stappen vooruitgezet worden. Het is ook een dossier dat we al jaren meeslepen en waar dat we er zeer, zeer moeilijk in lukken om daar stappen in vooruit te zetten. Ik denk dat we vanuit onderwijs, maar niet enkel en alleen vanuit onderwijs, vanuit de Vlaamse overheid in zijn totaliteit, veel kunnen leren van de private sector. Daar waar wij als overheid nog heel sterk verbonden blijven aan de diploma's die mensen bereikt hebben en in mindere mate de ervaringen en de competenties die zij hebben verworven, denk ik dat de private sector op een totaal andere manier aan de slag gaat. En ik heb een aantal jaren geleden, is het ondertussen, een gesprek gehad met bijvoorbeeld Fons Leroy van VDAB, om met hem te kijken naar de manier waarop dat we het personeelsbeleid voeren en kaders creëren vanuit een onderwijsbeleid. En
het is hij die toen toch wel heel sterk heeft aangegeven dat we moeten nadenken over de kaders die we vanuit onderwijs creëren en de manier waarop dat wij mensen aantrekken en inzetten, omdat wij voor een gigantische opdracht staan met een Vlaamse regio waar dat straks toch wel heel wat ruimte is om mensen een arbeidsplek aan te bieden en dat we vanuit een overheid en vanuit onderwijs toch wel een zware concurrentie zullen ondervinden met andere sectoren die ook mensen zoeken die talenten hebben. Dus het is van belang om dat EVC-beleid te ontwikkelen en te kijken hoe dat wij de gedreven mensen met passie en de ontwikkelde talenten die er in Vlaanderen zijn op een soepele manier kunnen inzetten in onderwijs, omdat we straks echt wel alle mensen die onderwijs belangrijk vinden en die daar een rol in willen spelen, zullen nodig hebben in Vlaanderen. En ik stel vast dat Vlaanders Synergie, die op dit moment aan de slag is in verschillende scholen, die de innovatie binnen onderwijs daar een plaats geven en mensen daarin begeleiden, dat ook zij daar een heel interessante visie rond hebben. Zij zijn eigenlijk gespecialiseerd rond arbeidsmarkt en heel het personeelsluik daar rond. Zij hebben een heel vernieuwende visie over het inzetten van de juiste mensen binnen het onderwijs. Mevrouw minister, ik denk dat het interessant is om ook met hen te bekijken hoe dat het EVC-beleid kan ontwikkeld worden, omdat zij toch wel een heel frisse blik daarop hebben. Tot slot, decreet inspectie 2.0. Ik ben ervan overtuigd dat dit de interne kwaliteitszorg binnen scholen echt zal versterken. En dat is een stap vooruit, omdat dit inhoudt dat de kwaliteit van onderwijs echt een sterk aandachtspunt is bij de basis, bij de mensen die de kwaliteit van onderwijs moeten realiseren. Belangrijk is natuurlijk dat op korte termijn die mindshift kan gerealiseerd worden binnen onderwijs. Want het zal een mindshift vereisen om met dat nieuwe kader aan de slag te gaan. Ik geloof erin dat dat enorme kansen biedt. Vandaar dat het van belang is dat er ook voldoende inspecteurs aan de slag kunnen gaan om met dat nieuwe kader binnen onderwijs te werken en om eigenlijk scholen ook op korte termijn door te lichten en om samen met hen te bekijken of dat hun interne kwaliteitszorg voldoende op punt staat om de nodige bijsturingen te doen. Vandaar ook de vraag of dat het team dat nu ter beschikking is volstaat om dit op een krachtige manier te kunnen waarmaken op korte termijn. En dan spreek ik niet over 1 of 2 jaar, maar binnen een tijdspanne van de volgende 5 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat dat nodig is om op korte termijn echt wel een ommekeer te realiseren. Ik zou het jammer vinden dat omwille van een te beperkte equipe we 10 jaar nodig hebben om tot die mindshift en die ommekeer te kunnen komen. Vandaar de vraag of dat daar ook de nodige aandacht voor kan zijn. Dat zijn de vragen en de opmerkingen die ik heb zowel bij de beleidsbrief als de begroting. Mevrouw de minister, u slaagt erin om binnen een zeer moeilijke budgettaire context toch de juiste keuzes te maken voor wat de investeringen betreft binnen onderwijs. U kiest ervoor om extra input te realiseren daar waar dat de noden het grootst zijn en waar dat in het verleden onvoldoende aandacht voor geweest is. En u daagt ons als parlement uit om deze legislatuur toch wel heel wat nieuwe kaders te creëren, juiste kaders, die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs naar de toekomst toe gegarandeerd blijft. En wij zullen daar onze schouders onder zetten. En als voorzitter zal ik ongetwijfeld ook uitgedaagd worden om binnen de agenda die wij hier moeten zetten, om dit allemaal waar te maken. Ik geef u graag het woord om te antwoorden op de vragen die betrekking hebben op de begroting.
Dank u wel, collega's. Misschien eerst iets praktisch. De livestream werkt niet. Dus de mensen op mijn kabinet hebben meegeluisterd naar de vragen van... meeluisteren naar de vragen van collega Meuleman. Ik heb alles opgeschreven en we hebben ook alles ingetikt. Dus ik ga proberen geïntegreerd te antwoorden op de beleidsbrief deze namiddag. Maar als er nog... Er zijn twee of drie dingetjes, collega Meuleman, waar ik niet weet of ze het zullen allemaal vinden tegen deze namiddag. Maar ik zal mijn best doen om toch... Wat de beleidsbrief betreft, hoofdstuk per hoofdstuk te gaan voor de beleidsbrief en iedereen zijn opmerkingen te behandelen en niet per parlementslid, want anders zijn we zeer chaotisch bezig. Dus dit ter inleiding bij de beleidsbrief. Veel zaken waren al aan bod gekomen in de voorbije week, maar u hebt toch ook een aantal, en ook collega Helzen, een aantal extra accenten gelegd die ook wel een antwoord verdienen. Ik zou, als jullie akkoord gaan, collega's, proberen om deze voormiddag te antwoorden op de meeste vragen in zaken de... begroting, ook wat toelichting te geven. En ik weet niet, voorzitter, of we dan eerst de begroting afwerken en daarna aan de beleidsbrief beginnen voor mij. Dat zou gemakkelijkst zijn, denk ik, dat we die budgetvragen al achter de rug hebben. Ik geef eerst volledig het antwoord en dan is er een tweede ronde. Of doe het punt per punt. Het is het meest praktische. Volledig? Alles? Ja, maar het is gewoon om... Wat lief? Ja, ik weet het niet, maar ik maak liever goede afspraken in het begin. Goed. Collega's, heel wat algemene opmerkingen op de begroting. Ik ga kort eventjes in op de algemene beschouwingen die ik vorige week heb mogen noteren van een aantal, van alle collega's, maar een aantal, de ene waren kritischer dan de andere. Enfin, ik ben het, dat zult u van mij uiteraard, dat zal u niet verrassen, niet eens dat men het heeft over fake news in een begroting. Ik heb u vorige week op een objectieve wijze de evolutie van de budgetten onderwijs tussen 2014 en 2018 toegelicht. Ik benadruk hier het woord objectief, omdat ik mij daarvoor zoals altijd baseer op de begrotingsdatabank van de onderwijsadministratie. Dezelfde databank die jaar na jaar wordt gebruikt om de publicatie onderwijs in cijfers op te maken. En dus uit die databank, collega's, dat is geen fake databank, blijkt dat de onderwijsbegroting een groeibegroting is. Uit die cijfers blijkt dat er effectief 740 miljoen euro recurrent bijgekomen is. Dat is driekwart van een miljard euro. En u kunt ook naar de algemene toelichting kijken. Daar zal u zien dat, dat is toch wel interessant, collega's, om te lezen ook, dat de stijging in de beleidskredieten, als we die over alle departementen heen, dus niet alleen onderwijs, maar de hele Vlaamse overheid nemen, dan zie je dat het beleid, dat bij de algemene stijging in de beleidskredieten tussen 17 en 18, 46% naar onderwijs gaat. Terwijl onderwijs geen 46% inneemt, uiteraard, van de totale begroting. Daar is inderdaad, collega's, een stuk open-end bij. En begrijp mij zeker niet verkeerd. Ik vind het ook cruciaal en vanzelfsprekend, collega Gené, dat meer kinderen ook leidt tot meer leerkrachten voor de klas. Maar er is een groot verschil tussen iets cruciaal en elementair vinden en iets vanzelfsprekend vinden. Want die open-end, die is niet vanzelfsprekend. Waarom is dat niet vanzelfsprekend? Omdat in veel andere beleidsdomeinen men dat ook wel zou wensen en dit niet gebeurt. Het is dus een bewuste keuze om binnen onderwijs heel veel onderdelen open-end te maken. En collega's, ik heb u ook in mijn uiteenzetting gezegd, en dat heeft ook met die zogenaamde vanzelfsprekendheid te maken, die dus niet bestaat, dat het pas nu in de begroting 2018 is, collega's, dat we erin geslaagd zijn om de busbegeleiding en het woon-werkverkeer op te nemen in de open-end. Alle andere jaren was dat niet het geval. Ook in de vorige regeerperiode is dat niet gelukt. Het is nu bij de begroting 18 gelukt, omdat we daarvan ook een keuze willen maken. En dat was ook cruciaal, maar was niet vanzelfsprekend. Anders zou het al veel vroeger gebeurd zijn. Het is ook niet vanzelfsprekend, omdat we, als je even kijkt naar ons buurland, Nederland bijvoorbeeld, dat vaak als gidsland genoemd wordt, wat zien we daar? We zien daar dat een belangrijk deel van het budget dat volgens de leerlingenaantallen noodzakelijk is, dreigde te leiden tot een gat in de begroting van Nederland van 244 miljoen euro. En dat de nieuwe ploeg nu beslist heeft dat de verschillende onderwijssectoren een belangrijk deel van dat gat zelf moeten dichtrijden. Dus je ziet dat er op veel plaatsen keuzes gemaakt worden
Maar dat wij absoluut die open-end willen vrijwaren. Die open-end vrijwaren betekent ook dat je kiest voor de leraar die het verschil maakt. Dat we boven alles vinden dat het de leraars zijn die in de klas naar de leerling toe dat verschil maken. Dit gezegd zijnde, het gaat, collega's, niet enkel over de open-end. 86,6 miljoen euro investeren we in 18 ook meer in onderwijs. Op basis, enkel en alleen al op basis van de bestaande decreten. Dat is 39,5 miljoen in het hoger onderwijs, 3 miljoen voor de studietoelagen en 15,8 miljoen euro om taalversterking voor kinderen in de toekomst ook veilig te stellen. Taalversterking voor kinderen die hier door de asielcrisis zijn beland. Naast die 86,6 miljoen euro komt er ook nog eens 64,5 miljoen euro bij voor nieuwe initiatieven. Daarin, in die nieuwe initiatieven, zit alvast, collega's, 10 miljoen euro voor extra werkingsmiddelen. Ik heb begrepen dat iedereen daar wel blij mee is. We hebben dat ook een jaar vroeger gedaan dan verwacht, want ook in 2017 voorzien we die 10 miljoen euro extra, waardoor die recurrente opstap voor ons kleuteronderwijs vanaf 2017 voorzien wordt. Er is ook 1 miljoen extra, heb ik al gezegd, voorzien voor de ondersteuningsnetwerken. En dan zijn er ook nog miljoenen voorzien voor de nieuwe decreten. Enfin, ik vind dat eigenlijk niet oké dat men het smeergeld noemt, geld voor nieuwe decreten. Als we nieuwe kaders schetsen, en ik zal bij de beleidsbrief, mevrouw Mulleman, u hebt dat ook gevraagd. Ik denk dat het goed is dat ik inderdaad de 26 decreten ook zo verloop, dat u weet waarover het gaat. Maar ik zal dat niet bij de begroting doen. Ik denk dat dat beter past in de uiteenzetting rond de beleidsbrief. En daar zijn inderdaad ook op een aantal punten extra financiële incentives nodig. Je kan niet alles doen binnen een budgetneutraal kader, maar dit smeergeld noemen vind ik totaal erover. Op vlak van investeringen is er de impuls van de 40 miljoen euro. Daarmee komt het investeringsvolume scholenbouw in het leerplichtonderwijs met 398 miljoen euro op het hoogste niveau. Ik zal straks, want er zijn vragen gesteld door de collega's, mooi uitleggen dat dit geen hocus pocus is, nog zo'n schoon woordje dat hier gebruikt is vorige week. Maar als u eventjes de zaken grondig leest, dat dit ook wel helder zal zijn. Maar daarover straks een beetje meer. En dan tot slot, wat de budgetten en wat de algemene uiteenzettingen betreft, hebben we ruimte gecreëerd om samen met de sociale partners te werken aan een nieuw sociaal akkoord. We hebben daar gisteren ook heel uitgebreid over gesproken in de plenaire zitting. Ik vind dat dit sociaal akkoord, het is goed dat we daar ook middelen in de toekomst recurrent voor vrijmaken en dat we in 18 en 19, zoals trouwens door de sociale partners gevraagd, een eerste opstap doen om maatregelen mogelijk te maken. Collega De Meijer, u had ook algemeen een aantal punten uit de opmerkingen gehaald van het Rekenhof. Ik bezorg u ook graag het antwoord. Eerst en vooral wat betreft de consolidatie van de scholengroepen van het GO. Daar is het zo dat het gros van de uitgaven van de scholengroepen, zoals het Rekenhof stelt, al opgenomen is onder het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Met betrekking tot de opmerking rond de sociale dienst voor de personeelsleden van het GO, voor zowel vak als VEC bedraagt het totaal 762.000 euro. Het gaat hier enerzijds om een compensatie van 693.000 euro vanuit het begrotingsartikel specifieke ondersteuning en anderzijds een eenmalige verhoging van 69.000 euro. De sociale dienst van het GO valt onder de te consolideren instellingen en begrotingstechnisch wordt het budget bij gevolg op een IS, excuse me, het noemt zo, begrotingsartikel ingeschreven. De bijkomende middelen zijn nodig omdat de IS-artikelen 100% uitbetaling in het jaar zelf vragen en tot 2017 een voorschot van 90% en een saldo van 10% werd voorzien. Die 10% saldo van 17 wordt dus in 18 eenmalig toegevoegd. Het is een heel technische uitleg, ik vond het ook, maar misschien zal de nalezing u het ook doen begrijpen. Maar het is dus in orde, het is eigenlijk wat ik wilde zeggen. De Flora-begroting die is in evenwicht. Buiten de opname van het reservefonds wordt er geen overschot of tekort verwacht, waardoor de saldo-evolutie in 2018 nul bedraagt.
En dan de laatste opmerking betrof de beleidskredieten van het GIO. Het is zo dat het cijfer vermeld is in de algemene toelichting, dat berust op een materiële misslag, zoals u wellicht vermoedde. De correcte weergave staat vermeld in de begroting van het GIO en de memorie van toelichting bij het beleidsdomein onderwijs. Dus de beleidsuitgaven bij het GIO dalen met 3,9 miljoen euro. Dat staat ook zo in een eigen begroting, dus daar staat er een materiële foutje in teksten. Dan, collega De Roo, uw vraag naar een concordantietabel, omdat we daar inderdaad FG en FH samengevoegd hebben. Waarom hebben we dat gedaan? Op begrotingstechnisch vlak is het zo dat het beleidsdomein onderwijs en vorming die programma's FG en FH samenvoegt. Waarom? Omdat die... Ik moet niet lachen, het is juist gezegd. Omdat die gelijklopende doelstellingen hebben... Hij lacht met mijn G en mijn H. Omdat die gelijklopende doelstellingen hebben... Ja, omdat die een gelijklopende doelstelling hebben. En dat is, collega, een eerste stap naar de voorbereiding richting prestatiebegroting. Dus u weet dat we daar allemaal moeten naartoe werken. Dus dat is voor ons de eerste stap. En door die herstructurering worden een aantal budgetten herschikt. Dit is geen tersluikse besparing, dat niet. Maar voor de bijlage van het verslag, en ik hoop dat u mij toelaat om dit niet allemaal te moeten voorlezen nu, bezorg ik jullie een tabel die de concordantie weergeeft van de budgetten op begrotingsartikel FH naar begrotingsartikel FG. De uiteindelijke budgetten op het programma FG zijn dus het resultaat van de overgehevelde budgetten vanuit het programma FH, gevolgd door de budgetbewegingen. Eventueel zit daar een indexaanpassing in of bijkomende overheveling van budgetten en supplementaire behoeften. Dus we gaan nu de tabel gaan we erbij voegen nu voor één keer, maar vanaf volgend jaar zal het dan geïntegreerd voorgesteld worden. En mocht u daar nog vragen over hebben, kunt u die uiteraard ook altijd stellen. Dan de personeelsbesparingen en de koppen. Het beleid... Misschien moet ik... Enfin, maar we zijn nog algemeen bezig. Het beleidsdomein onderwijs en vorming is sinds de start van de legislatuur bezig om die besparing op personeel stap per stap uit te voeren. Het is zo dat de globale doelstelling voor het beleidsdomein is vastgelegd op een personeelsaantal van 1028 tegen het einde van de legislatuur. Op 30 juni van dit jaar stond de teller op 1047. Dus wij zitten er op dit ogenblik een beetje over. Ik heb een tabelletje naar entiteit. Ik zal dat ook laten toevoegen aan het verslag. Maar misschien toch al wat cijfers om ook wat helderheid te zien. Bij het departement was de startbasis 300. Het aantal op 30/6/2017 was 269. En het te behalen personeelsaantal op 31/12/2019 was 266. Dus daar zijn er nog drie te gaan. Bij Agori was de start 451. Wij stonden op 30 juni op 417 en wij moeten naar 407. Dan bij Ahovox stonden we op 288. Op 30 juni stonden we op 256 en we moeten ook naar 256. Dus daar zitten we op schema. Bij Agion stonden we op 74. We stonden op 67 op 30 juni en we moeten naar 66. Bij de Vlor stonden we op 22. Het aantal op 30/6 is 23 en we moeten naar 20. Dus daar zijn er nog een paar te gaan. En de onderwijsinspectie, maar dat is een hele moeilijke, vind ik persoonlijk, die stond op 15, staat op 30 juni op 15 en zou naar 13 moeten gaan. Maar als je alle opdrachten van de inspectie bekijkt, vind ik dit, zeker omdat we willen dat de inspectie ook kwaliteitsvol verloopt, vind ik dit niet zo evident. Maar dat betekent dat we op 30 juni op 1047 staan en dat we dus naar 1028 moeten evolueren. Maar we zitten min of meer op schema. Dan kom ik aan de pagina's. Ik start op pagina 14, waar collega De Roo zichtbare resultaten vraagt rond goede stroom. Die vraag is denk ik bijzonder relevant, maar ze is nog een beetje vroeg in het geheel.
U weet dat we eind vorig jaar in het kader van de Vlaamse Klimaat- en Energietop op 1 december 16 vanuit het beleidsdomein onderwijs 11 concrete klimaatmaatregelen goedgekeurd hebben. Die maatregelen zijn we nu aan het uitvoeren. Er zijn ook een aantal klimaatacties gerealiseerd of in volle uitvoering. Maar om nu al een concreet zicht te hebben op de effectief behaalde CO2-reductie of het aandeel effectief gerealiseerde groene stroom of hernieuwbare energie, is het nog wat vroeg om correcte cijfers te hebben. Ik kan u wel meegeven dat de klimaatmiddelen voor onderwijs uit het Vlaams Klimaatfonds, dat die, maar dat weet u wellicht, over een periode van 4 jaar toegekend worden. Voor onderwijs gaat het om 54 miljoen euro, verspreid over de periode 2016-2019, waarvan 20 miljoen euro voor het hoger onderwijs en 34 miljoen voor het leerplichtonderwijs. In 17 ging het zo om 24 miljoen euro. In 18 gaat het om 18 miljoen euro. En in 19 eindigen we met 4 miljoen euro. Na 1 jaar hebben we al 5 van de 11 klimaatacties uitgevoerd. De andere 7 zijn in voorbereiding en worden in 18 uitgerold. Men heeft me hier nu een hele overzicht meegegeven van de acties. Ik ga dat proberen kort samen te vatten. Er zijn de energiebesparende investeringen in de gebouwen van hogescholen en universiteiten. Daar hebben we een eerste oproep eind 16 afgesloten. Goed voor 86 goedgekeurde energiebesparende projecten in het hoger onderwijs ten bedrage van bijna 8 miljoen euro. En goed voor een geraamde CO2-uitstoot van bijna 15.000 ton op jaarbasis. Dit najaar gaan we een tweede gelijkaardige projectoproep afsluiten ten bedrage van 12 miljoen euro. En daar gaat het om een geraamde besparing van circa 5000 ton op jaarbasis. Onderwijs kan wel een enorme bijdrage ook nog leveren. Tweede maatregelencluster was de afregeling van verwarmingssystemen. Daarvoor was een eenmalige projectsubsidie voorzien voor het afregelen en het bijstellen van het verwarmingssysteem van de school voor de winterperiode van 17-18. Een correct afgestelde verwarmingsketel kan tot 10% energie besparen. De klimaatactie liep tot eind oktober 17. Toch wel bijzonder is dat alle onderwijsnetten en alle onderwijsniveaus hieraan konden participeren, dus van kleuterschool tot universiteit. De klimaatactie is een bijzonder groot succes gebleken. Er zijn bijna 1000 verwarmingsketels installaties in scholen correct afgesteld voor deze winterperiode. 825 via Agion en 160 via het GO. Alle ingediende dossiers worden nu administratief, technisch en financieel nagekeken, alvorens de projectsubsidie kan uitbetaald worden. Dus je ziet wel dat scholen, eigenlijk zaken die ook wel evident zijn, dat je verwarmingsketel afstelt, dat als je een duwtje in de rug geeft, dat dit ook wel hen stimuleert en dit kan ook een mooie besparing opleveren. Ten derde zijn er de energiebesparende investeringen in gebouwen van het leerplichtonderwijs en het DKO. Wat het officieel gesubsidieerd onderwijs betreft, worden er eerstdaag 37 projectaanvragen goedgekeurd door de Raad van Agion voor een subsidiebedrag van 4,2 miljoen euro. Daar is de geraamde CO2-reductie 2.395.500 ton op jaarbasis. Het gaat om 10 energie-efficiëntieprojecten van de steden Antwerpen en Gent en 27 projecten in gebouwen van het deeltijds kunstonderwijs. In het vrijgesubsidieerd onderwijs werd al 11,12 miljoen euro gesubsidieerd voor 134 schoolbouwwerken gericht op energiebesparing. Het gaat dan om investeringen die te maken hebben met bijvoorbeeld isolatie van muren, daken en vloeren, vervanging van glas door hoogrendementsglas, plaatsing van een zonneboiler of een warmtepomp of de vervanging van een ketel. Het gaat hier om een jaarlijkse CO2-reductie die op 3.324.000 ton CO2 geraamd wordt. In het kader van energiebesparende maatregelen voor het schoolgebouwen werden in het GO 60 projecten geselecteerd die gefinancierd worden voor een subsidiebedrag van bijna 7,2 miljoen euro en die goed zijn voor een geraamde CO2-reductie van circa 2.233.000 ton CO2 op jaarbasis. Hier gaat het om stookplaatsrenovaties, dakisolatie, isolaties van zoldervloeren of kruipruimtes, isolatie van muren en vervangen van schrijnwerk. Er is een pilootproject ingrijpende energetische renovatie in een school.
Dat is typisch voor de gebouwtypologie van andere geohogescholen, dus het is een project dat elders ook nog kan doorgevoerd worden. Enzovoort, enzovoort. Dan vierde maatregel is het zonneplan voor de schoolgebouwen. Dat is de vierde klimaatactie. Daar hebben we leningen voorzien om zonnepanelen op bestaande schoolgebouwen te plaatsen. Die leningen worden aan schoolbesturen toegekend om zonnepanelen te installeren. Die kunnen terugbetaald worden door de scholen omdat ze een lagere elektriciteitsfactuur realiseren. Daar ze zelf groene stroom zullen opwekken. We hebben in 17 5 miljoen euro voorzien en in 18 komt er opnieuw 5 miljoen euro. Die leningen die komen schoorvoetend van de grond. We hebben de eerste leningen toegekend. Er zijn al enkele installaties van zonnepanelen operationeel. Maar ik hoop dat we, nu dat dat wat bekender wordt, dat we in 18 nog meer succes zullen hebben. Omdat we hier verwachten dat we tot ruim 100.000 ton CO2-reductie kunnen vermijden. Dat wat uw vraag betreft naar goede voorbeelden over sensibiliserende acties. Daar verwijs ik weer naar de meest recente stemoproep die in het teken van het thema klimaat staat. Die klimaatoproep is in het voorjaar 2017 gelanceerd. Er zijn 150 Vlaamse scholen die positief op die oproep gereageerd hebben. Er zijn 92 projecten uit het basis, secundair en volwassenenonderwijs geselecteerd. Die ontvangen een subsidie van maximaal 5.000 euro. En er wordt daarmee gedurende 2 volledige schooljaren breed ingezet op klimaatbewustvorming. U weet dat wij de link tussen klimaat en stem bewust gelegd hebben, omdat we zien dat vooral meisjes, als ze een stemrichting kiezen, dat doen omwille van de maatschappelijke meerwaarde die ze ook kunnen creëren. En ik heb vorige week in Kortrijk zo'n lab gaan bekijken. En daar ook was er een meisje dat getuigde dat ze eigenlijk de sprong gemaakt heeft naar dat technisch of naar een harde stemrichting, omdat ze omdat dat voor haar die meerwaarde die ze kon realiseren toch zeer betekenisvol was. Dus ik denk, collega De Roo, dat je daar wel wat inspiratie zult vinden ook voor goede sensibiliserende acties. Ik stel vast dat scholen daar ook echt mee bezig zijn. En tot slot, onder dat luikje, heeft het departement Onderwijs en Vorming via een openbare aanbestedingsprocedure ook een projectoproep gelanceerd om methodieken te ontwikkelen voor een betere energie-efficiëntie op school. Daaruit zullen pilootprojecten komen die gericht zijn op de volledige energierenovatie in scholen en zowel een infrastructureel luik als een pedagogisch luik zullen bevatten. Dan komen wij bij de ondersteuning voor het hoger onderwijs. Bladzijde 20, collega Brussel had daar vragen over het digitaal platform Columbus en de Columbus test, hoe dat die gefinancierd wordt. Als antwoord op die vraag is het zo dat met de 457.000 euro de bouw van het platform werd bekostigd. Op dit digitaal platform kan zowel de Columbus-route als de toelatingsproef voor de lerarenopleiding worden meegenomen. Het digitaal platform werd met zoveel mogelijk generieke componenten opgebouwd, zodat op een eenvoudige manier, zonder tussenkomst van IT-ontwikkelaars, die oriënteringsinstrumenten kunnen worden aangepast of eventueel nieuwe toelatingsproeven kunnen worden toegevoegd. Je weet dat voor mij heel belangrijk is dat we op één platform werken, omdat we anders, als je met twee platformen werkt, dan kan je ook misschien in de toekomst nuttige linken die we zouden kunnen maken om resultaten te gaan zien, nog leggen. Het bedrag omvat ook bijkomende functionele en technische analyses en de IT-ontwikkeling van het project. Dat is opgeleverd eind oktober 2017. Op 7 maart werd voor de implementatie en de opvolging van het instrument Columbus een beheerovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse gemeenschap en de Vlaamse universiteiten en de Hogescholenraad. Die beheerovereenkomst bepaalt dat onder voorbehoud van budgettaire ruimte aan de VLUR voor de begrotingsjaren 17, 18 en 19 een subsidie wordt toegekend als bijdrage in de personeels- en werkingskosten. In de begroting 18, collega Brussel en anderen, wordt net zoals in 17 een subsidiebedrag van 200.000 euro aan de VLUR voorzien voor de periode van 1 januari 18 tot 31 december 18. Dus dat is daar de uitleg. Dan komen we bij de vragen rond de pilootprojecten leerlingenvervoer. Vooral, denk ik, collega De Roo ook. De beide pilootprojecten zullen extern geëvalueerd worden op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve gegevensverzameling en analyse.
Binnen dat kwalitatieve luik zal er aandacht besteed worden aan de ervaring van de verschillende stakeholders. Maar als we gisteren, denk ik, het jaarverslag van de kinderrechtencommissaris ook bekijken, kon er jammer genoeg niet zijn, maar daar wordt onder andere gewezen op de positieve dynamiek van het nieuwe concept in de pilootprojecten Leuven en Roeselare hoogleden Izehem Engelmunster. Misschien, ik weet niet of u dat wist, maar de kinderrechtencommissaris zetelt in de klankbordgroep die de pilootprojecten opvolgt. Dus we hebben hem daar een plaats gegeven, net om ervoor te zorgen dat we daar geïntegreerd kunnen werken. Per pilootproject fungeert ook een lokale werkgroep die het pilootproject op het terrein uitrolt, opvolgt en begeleidt. De werkgroep is samengesteld uit de lokale betrokkenen, dus wie zit daar allemaal in? De scholen, het lokaal bestuur en de centrale leerlingenbegeleiding en nog anderen staat ook onder de regie van de lokale coördinator. En we hebben ook expliciet gekozen om lokaal te laten coördineren, om dat niet vanuit Vlaanderen te doen, omdat je natuurlijk het soepelst kunt inspelen op de lokale noden. Een plaatsbezoek, u hebt dat gesuggereerd, dat kan uiteraard aansluiten op een lokale werkgroepvergadering, dan ziet u meteen ook de werkgroepen aan de slag. Maar ik ben er, het is niet de ideale wereld, nog altijd niet, zijn pilootprojecten, dus het is zoeken, gelukkig maar, collega Corti, dat niet de ideale wereld is, maar het is zoeken hoe je nieuwe concepten kunt vormgeven, dat vraagt wat tijd, maar er zitten ook wel opportuniteiten in, want u weet dat zoals het vandaag georganiseerd is, dat er ook wel heel veel vraagtekens bij te plaatsen zijn, zeker die nabijheidsregel, om er maar eentje te noemen, maar ik wil mij ook niet te diep in de discussie, dat je niet, dat het vervoer maar gaat naar dicht bij je school, waardoor sommigen niet naar school kunnen gaan op de plaats van een gemeente, maar er zijn heel veel zorgen daar, dat is de reden waarom we het proberen op een andere manier georganiseerd te krijgen. Komen we bij pagina 21, vragen over nascholing en professionalisering. Vragen van onder andere collega Droo en collega Chris van Dijk. Die continue professionalisering is voor elke actor in het onderwijs belangrijk en zeker voor de schoolbesturen. Ze brengen vaak andere expertise en andere banden met onder meer lokale partners mee. En deze betekenen vaak ook een grote meerwaarde bij het besturen van een school. Om die expertise voor onderwijs valabel te maken, moeten bestuurders de specificiteit van onderwijs ook kennen. Het is dus noodzakelijk dat de schoolbestuurders geprofessionaliseerd worden op continue basis. Die professionaliseringsactiviteiten die worden opgezet via de middelen vorming schoolbesturen. Regelmatig nemen ook nieuwe mensen een functie binnen een schoolbestuur op. Dat hebben we ook gemerkt aan de cijfers. Dus met de toegekende subsidiebedragen willen we de koepels een stimulans geven. Sommige toegekende bedragen zijn van die omvang dat de koepels ook eigen middelen investeren. Ik vind dat ook normaal dat ze eigen middelen investeren, want u weet dat zij ook bijdragen ontvangen van scholen. Dus lijkt mij dat ook een evidentie. We hebben voor het schooljaar 16-17 en 17-18 de middelen verhoogd tot €120.000. Die was mogelijk omdat er op het budget voor prioritaire nascholing nog wat ruimte was. Dus totale subsidie voor de 5 geselecteerde projecten bedroeg €545.875. Nu, dat bedrag, waarom is dat zo'n bedrag? Omdat het afhankelijk is van het budget dat de projectorganisatoren aanvragen. Maar daar was dus nog wat ruimte, waardoor we dat konden plaatsen op bij de middelen in zaken de professionalisering van de schoolbesturen. Los daarvan zijn er nog heel wat andere waardevolle vormen van professionalisering. Wat de prioritaire nascholing betreft nog, is het thema van huidig schooljaar de ondersteuning van schoolteams bij de implementatie, nog altijd van het IM-decreet. Voor de schooljaar 18-19 gaan we naar de professionalisering van de ondersteuners in het gewoon basis- en secundair onderwijs en in de centra voor deeltijdsberoep secundair onderwijs, omdat natuurlijk rond dat nieuwe ondersteuningsmodel er ook heel wat professionaliseringsvragen zijn. Dan de vragen rond de gelijke onderwijskansen. Collega Gené, Van Dijk, Soens en Brussel. Excuus als ik sommige mensen niet noem. Onze administratie heeft zo goed mogelijk alle vragen van iedereen proberen op te lijsten. De namen erbij te plaatsen. Op het begrotingsartikel Gelijke Kansen zijn in 2018 middelen voorzien voor een aantal projecten. Er is ten eerste €650.000 voorzien voor het vrij ter beschikking stellen van voorleessoftware via weblicenties. Daar, collega's, hoor ik, krijg ik zeer veel positieve reacties op het feit dat die weblicenties er zijn.
en dat de kinderen daar gebruik kunnen van maken. Ten tweede is er 28.000 euro voor de VZW De Carousel voor het project De Rijdende Kleuterschool Vlaanderen. Er is 157.000 euro voor het steunpunt inclusief hoger onderwijs. Er is 2.385.000 euro voor het synchroon internetonderwijs. Er is 72.000 euro aan de VZW Savaria. Er is 67.000 euro voor de VZW SOS Schulden op school. Er is 228.000 euro aan de VZW Dyslecticus voor de werking van Adibib. En er is 22.000 euro nog toe te wijzen middelen voor projecten rond gelijke kansen. De uitbreiding van CIO naar het volwassenenonderwijs. Daar de reden waarom dit nog niet ingeschreven is in de begroting, is u denk ik bekend. De sector van het volwassenenonderwijs zit in een transitie en in de nieuwe financiering willen we het principe van echte aanwezigheid wat verlaten en ook financieren op input en output, waardoor de cursist niet altijd aanwezig moet zijn en waardoor we eigenlijk harder of intenser kunnen inzetten op afstandsonderwijs. En voor mij is dat relevant dat BedNet genereren in 18 nog geen impact, dus daar kan je ook nog geen, hoef je ook nog geen budgetten voor te voorzien. Ik kom straks nog terug op een aantal vragen over onderwijs. Dan, vraag van collega Brussel, pagina 50, rond de kinderdagverblijven. U weet dat we daar een nieuwe regelgeving hebben opgemaakt. We hebben al uitgebreid gediscussieerd waarom dat gebeurt. Er is een groeipad ook voorzien, waardoor de subsidiering de volgende jaren nog zal toenemen. Maar tegelijk, collega's, bleef de financiering van onderwijs doorlopen, waardoor je een dubbele financiering kreeg. Naar aanleiding van de evolutie in het beleidsdomein welzijn wordt de omkadering binnen het beleidsdomein onderwijs afgebouwd. Op die manier vermijden we dubbele subsidiering. Het gaat dus niet, collega's, om een besparing. De afbouw was in 2017 het meest voelbaar, doordat vervangers niet meer werden gesubsidieerd. De volgende jaren is er enkel nog een verdere afbouw van de uren. Als een vastbenoemde titularis met pensioen gaat of als er een einde komt aan de contractuele tewerkstelling. In totaliteit ontvangen de Brusselse kinderdagverblijven van het GO vanuit welzijn en onderwijs nog altijd substantieel meer subsidies dan enkele jaren geleden. We denken dat er in 2018 452.000 euro vanuit de onderwijsbegroting minder nodig zal zijn. Maar we investeren deze middelen opnieuw in onderwijs. Het is dus niet zo dat die middelen dan plots tussen de mazen van het net wegvallen en afvloeien. Dan de lonen basisonderwijs. Collega Van Dijk, pagina 52. De vraag, maar het is ook een vraag denk ik die in het verleden al een paar keer gesteld is door collega Soens. Rond, hoe zit dat nu? Hoe komt dat nu dat daar een stukje naar hoger onderwijs gaat? Ik ga het nog eens uitleggen ook. Dus het nieuwe ondersteuningsmodel dat van 1 september 2017 van start is gegaan, komt in de plaats van de ondersteuning geïntegreerd onderwijs, de vroegere grondregeling onder andere. Maar in dat grond werd vroeger vanuit het buitengewoon onderwijs ondersteuning geboden in het hoger onderwijs. Dat was al de praktijk. In totaal, als we keken hoeveel begeleidingseenheden daar waren, dan betrof dat 4 miljoen euro, die vanuit de vroegere middelen al ingezet werd in het hoger onderwijs. Wat hebben we gedaan? We hebben die 4 miljoen euro nu in het hoger onderwijs gezet, omdat die toch niet dat was geen ondersteuning voor het leerplichtonderwijs. En de middelen van het ondersteuningsmodel die worden volledig ingezet in het kleuter, lager en secundair onderwijs. En als compensatie hebben we gezegd, alles wat vroeger, het hele budget van vroeger steken we in het leerplichtonderwijs. En van de 15,4 miljoen die erbij komt, daarvan halen we dan, omdat dat nieuw beleid is, steken we 4 miljoen in het hoger beleid. Dus netto gaat het om een extra investering van 15,2 miljoen euro in het leerplichtonderwijs. Ik hoop dat u mij begrijpt. Zo niet wil ik het nog. Dus vroeger zat er 4, maar ja, ik weet dat is net zoals in DKO. Dat is niet zo simpel om dat via het gesproken woord helder uit te leggen. Dank u. Ik ben blij dat mijn verstandelijk vermogen het aankon om het uit te leggen. Dat is ook al belangrijk, natuurlijk. Dan komen we bij pagina 58, de busbegeleiders. Zoals jullie weten, het is hier ook al gezegd, werk ik met collega Weits aan een nieuw concept leerlingenvervoer. Daar lopen twee proefprojecten, hebben we al gezegd, waarin we ook de aanbevelingen zullen opvolgen. Het uitgangspunt van het nieuwe concept is een kwaliteits- en comfortverbetering voor alle leerlingen.
En de vraag van, gaat je genoeg bussen hebben? Uiteraard, collega's, u weet dat, want ik ben er ook nog bevoegd voor geweest. Er is een dubbele bevoegdheid hier. De begeleiders op de bussen zijn voor onderwijs en de bussen zijn voor openbare werken en mobiliteit. Dus collega, maar daar is wel voldoende capaciteit voorzien. En het nieuwe systeem, collega's, zoekt ook innovatieve manieren om je te verplaatsen. Dan werkingsmiddelen buitengewoon basisonderwijs en secundair. Vragen vooral van collega De Roo. Ik zie dat hij er niet meer is, maar ik zal toch de vragen beantwoorden. Ik denk dat... Oké. In het wijzigingsdecreet ondersteuningsmodel zit de decretale basis om de werkingsmiddelen toe te kennen aan de ondersteuningsnetwerken. Wij zouden dat decreet nog graag voor het jaareinde laten agenderen op de Vlaamse regering, zodat die middelen heel snel uitbetaald ook kunnen worden. Dan de werking van de internaten, collega Soens. Ik ben blij dat u uw appreciatie over de IBIS extra bedden hebt uitgedrukt. Dat heb ik daarnet eigenlijk niet gezegd. De middelen peutertuinen, dus de overschotten die wij daar hebben. Het GEO heeft eigenlijk gevraagd om die in te zetten op de internaten van het GEO en de problematiek die daar is. Dus dat zijn we nu samen aan het bekijken, hoe we dat efficiënt kunnen doen. Dan dus ondersteuningsmiddelen voor AGODI, de middelen voor de zieke leerlingen, collega Celis. We zijn aan pagina 66. Die middelen zijn bedoeld voor de subsidiering van de K-diensten. En collega Celis, ja, maar ik ga hetzelfde toepassen hier, die zie ik nu niet zitten. Maar ik heb geantwoord straks. Een K-dienst is een dienst neuropsychiatrie die ofwel dringende hulp verleent in geval van een crisistoestand, ofwel observatie en actieve behandeling verleent. Er zijn op dit ogenblik 12 K-diensten met 262 bedden waar onderwijs georganiseerd kan worden. Het totale bedrag is €1.469.000 of €5.606 per bed. Dit bedrag is in onderwijsdecreet 24 sterk verhoogd, collega's. Voorheen bedroeg het €3.319 per bed. Dan de kunstinitiatie, pagina 66, opnieuw collega Celis. Op dit ogenblik gaan er 177 lestijden naar de tijdelijke projecten kunstinitiatie. Dat komt overeen met 8,1 fulltime betrekkingen of €368.169. Daarnaast krijgen de projecten ook werkingsmiddelen. In het totaal bedragen die €109.000. De huidige middelen voor de tijdelijke projecten kunstinitiatie zijn sterk geconcentreerd in een beperkt aantal scholen. In totaal participeren er 22 basisscholen aan 20 projecten. De samenwerkingsinitiatieven zijn voor mij een van de speerpunten van het decreet naast het invoeren van een eerste graad voor muziek en woordkunstdrama. Het DKO heeft naast het vormen van kunstenaars ook een belangrijke maatschappelijke opdracht. Kinderen, jongeren en volwassenen in contact brengen met kunst en cultuur. Daarom vind ik het partnerschap tussen het leerplichtonderwijs en het deeltijdskunstonderwijs van groot belang, omdat wat mij betreft op die manier kinderen en jongeren bereikt worden die van thuis uit niet altijd in contact komen met kunst en cultuur. Het nieuwe decreet voorziet €4,4 miljoen voor de samenwerkingsinitiatieven. Vandaag is dit €1,9 miljoen, namelijk €477.169 voor kunstinitiatie en €1,4 voor muzische vorming. De bijkomende middelen worden gegenereerd uit het feit dat leerlingen die in de vierde graad blijven zitten in de toekomst voor 50% in de plaats van 100% omkaderd zullen worden. Maar ik heb zo een aanvoelen dat ik dit al uitgebreid behandeld heb, ook naar aanleiding van vragen om uitleg. Het HIVA-onderzoek rond leerloopbanen in het deeltijdskunstonderwijs, waar collega Celis ook een schriftelijke vraag heeft over gesteld, leert ons dat leerlingen in de vierde graad vaak blijven zitten omwille van studieduurverlenging, omdat men het aangenaam vindt in het DKO. Ik kan dat niet tegenspreken trouwens. Daarom vonden we het wel verantwoord om de middelen aan te wenden voor doelgroepen die we vandaag minder goed bereiken. En ik weet, we hebben dit allemaal behandeld naar aanleiding van een vraag van Bart Caron in deze commissie. Want ik zie hem in mijn herinnering nog zitten op de tweede rij. De samenwerkingsinitiatieven, daar heb ik niks over gezegd, maar de samenwerkingsinitiatieven kunnen maximaal 3 schooljaren ondersteuning genieten. Na 3 jaar kan een academie dan beslissen om met andere scholen te gaan samenwerken. Dan, collega De Roo, pagina 67, de Vlaamse scholierenkoepel. Wij hebben inderdaad de subsidie aan de Vlaamse scholierenkoepel verhoogd. Wij zullen die €80.000 bijkomende middelen, we hebben gevraagd om dat te investeren in een ambitieus meerjarenplan.
Eén, zij willen zeer actief participeren aan een inspraaktrek rond duaal leren en de positie van de kwetsbare leerlingen daarin. Dat zijn vragen die ook door veel collega's naar aanleiding van de beleidsbrief gesteld werden. En twee, ik heb hen ook gevraagd om bijkomend te investeren in het versterken van de participatie op school. Collega's, en zeker ook collega Celis, u weet dat voor mij participatie op school niet alleen goed is voor het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, maar ook een zegen is in het beleid tegen pesten op school. Vandaar dat we wat extra middelen uitgetrokken hebben om hen net toe te laten extra te investeren. En VSK heeft ook gevraagd om vanaf 2019 ook te mogen kijken naar uitbreiding lager onderwijs. Enfin, ik ben dat niet ongenegen, maar we moeten dat samen bezien. Dan collega De Roo ook opnieuw, de JoJo en VV-projecten. De financiering van die startbaanprojecten gebeurt deels vanuit onderwijs en deels vanuit werk. U weet dat vanaf 1 januari 2019 het budget werk wegvalt. We blijven 245 plaatsen behouden in de startbaanprojecten. Daar waar die nu nog 444 plaatsen hebben. Die herverdeling, dat was de grootste zorg van collega De Roo, die is niet gebeurd zo van alles van Crevits blijft en alles van Muiters gaat weg. We hebben objectieve en vergelijkbare criteria gemaakt. Scholen kunnen bijvoorbeeld nog maar één startbaan er te werk stellen per instellingsnummer. En daarnaast heeft Ahodi ook in samenwerking met het beleidsdomein van collega Muiters en de VDAB de mogelijkheid uitgewerkt om een startbaan te koppelen aan een werkervaringsstage. Alle werkgevers kregen in juni 2017 uitsluitsel over de toekomst van hun plaats in het startbanenproject. De werkgevers die hun plaats behouden, kunnen een nieuwe jongere aannemen. De werkgevers die hun plaats verliezen, die kunnen de overeenkomst van hun huidige startbaan er nog verlengen met als maximale datum eind december 2018. Dus die worden verder gefinancierd vanuit het beleidsdomein werk. Binnen de startbaanprojecten loopt in samenwerking met de lijn ook het schoolspotterproject. Die startbaners staan onder andere in voor de preventie van asociaal gedrag op het openbaar vervoer. Na de hervorming daalde het aantal plaatsen voor schoolspotters van 20 naar 14. De herverdeling van de plaatsen gebeurde in overleg met de lijn en rekening houdend met de nood die zij in de betrokken steden en gemeenten ervaren. Bovendien werd met de lijn afgesproken dat Ahodi in 2018 extra opleidingen voorziet om de resterende schoolspotters te ondersteunen in hun opdracht. Dan komen we bij de basisfinanciering hoger onderwijs, pagina 77, opmerking van collega Soens. Het groeipad om in de STUVO-middelen de achterstallige groei van enkele universiteiten weg te werken, is collega Soens al gerealiseerd in 2016. Dat is bovendien in één keer gebeurd. Er was daar oorspronkelijk een geleidelijke opbouw voorzien in twee schijven van 500.000 euro, maar we hebben gekozen om dat in één keer te doen. Sinds het begrotingsjaar 2016 is er een extra recurrent budget voorzien van 1 miljoen euro binnen de STUVO-middelen ten behoeve van de universiteiten. Die extra middelen zijn toegekend om de historische achterstand van de grootste universiteiten Gent en Leuven weg te werken ten opzichte van de andere universiteiten Antwerpen, Hasselt en Brussel. Gezien het recurrente karakter van het krediet is er in de begroting 18 geen wijziging ten opzichte van de begroting 17. Die ingreep heeft haar doelstelling gerealiseerd. Terwijl er, collega's, in het begrotingsjaar 16 nog een verschil was in financiering per opgenomen studiepunt van 0,51 euro per opgenomen studiepunt tussen de universiteiten, is dit verschil vanaf het begrotingsjaar weggewerkt. Elke universiteit krijgt een toelage van 4,41 euro per opgenomen studiepunt. En dit geeft ook als gevolg dat de STUVO-enveloppe nooit groter geweest is dan vandaag. Was het erop? Nee. Ah, terwijl... Robin gaat voor mij ook noteren, want ik moet ook door. Ja, maar ik wil ook stoppen, hè. Ja, voor mij geen probleem, hoor, om te stoppen. Ik heb nog 10 minuutjes tot een kwartier werk. Maar het is aan jullie. Ja, ik sta tot uw dienst. Voilà, dus ik was dus aan het zeggen dat de STUVO-enveloppe, niet onbelangrijk voor uw vertrek, collega Mulleman, nooit groter geweest is dan vandaag. Terwijl het in principe om een gesloten enveloppe gaat. Lonen hoger onderwijs dan.
pagina 80, een vraag van collega Soens. Bij de overdracht van de Raad voor Betwistingen in zaken studievoortgangsbeslissingen van het departement onderwijs naar het Agentschap voor Hoger Onderwijs, werd het budget voor de loonkost van één secretaris voor de Raad overgedragen. Dit budget wordt voorzien op het programma Lonen Hoger Onderwijs Beleidsondersteuning. Daarnaast voorziet AHOVOX bijkomend nog in een tweede secretaris die betaald wordt op de eigen loonkredieten van AHOVOX. Voor de werking van de Raad wordt op jaarbasis een budget voorzien van 158.000 euro en de budgetten volstaan op dit ogenblik om alle uitgaven te dekken. Collega Soens, u hebt ook verwezen naar het programmadecreet op bladzijde 158. De vraag naar investeringsmiddelen voor de graduaatsopleidingen die moet meegenomen worden in het ruimere dossier van de financiële implicaties van de uitbouw voor het hoger beroepsonderwijs en in de hogescholen vanaf 2019 zal dus vooral ook impact op die begroting hebben. Ik ben dit dossier momenteel aan het onderhandelen met de sociale partners en ik zal u de uitkomsten van deze besprekingen uiteraard laten weten als het zover is. Pagina 83 dan, de werking van het volwassenenonderwijs. Vraag rond de 120, rond Narik eigenlijk, om het iets sneller te doen. Omwille van de steeds stijgende aanvragen bij Narik is gebleken dat bijkomende middelen noodzakelijk waren. Er is hier sprake van een uitgesteld effect. We zien dat vluchtelingen pas een gelijkwaardigheid van hun diploma aanvragen nadat ze al een poosje in het land zijn. De extra middelen dienen dus om 3 extra dossierbehandelaars niveau B gedurende 1 jaar extra in te zetten en de extra adviezen van externe experten te betalen. De bijkomende behoeften voor NARI konden vanuit de werkingsmiddelen volwassen onderwijs worden overgeheveld voor het schooljaar 18-19 in het volwassen, omdat we in het volwassenenonderwijs voor de eerste keer een lichte daling verwachten van de asielmiddelen. En dus hebben we die overheveling gedaan. Een deel van de werkingsmiddelen asielvolwassenenonderwijs kan gebruikt worden voor NARIC. We verwachten dat de daling zich later zal inzetten, aangezien er een uitgesteld effect is van de aanvraag. Dus als dat elkaar opvolgt, kan dat mooi compenseren. Dan de asielmiddelen in T2, pagina 83, ik ben er bijna, en 84. Mijn administratie volgt de inzet van de extra middelen asiel van nabij op, dat weten jullie. 2 maandelijks wordt de stand van zaken bespreken in een werkgroep waarin de vertegenwoordigers zitten van de koepels, het GIO, de sector basis educatie en het agentschap inburgering en integratie. De centra krijgen de extra middelen asiel toegewezen in de vorm van inzetbare leraarsuren of VTE's, maar die worden maar gevaloriseerd als ze effectief ook extra lestijden inrichten. Er is in deze dan ook geen sprake van eventuele terugvorderingen. Komen we bij pagina 92, de studiefinanciering, collega Soens. Die terugvorderingen waar u terecht naar verwijst. Een aanvraagschool of studietoelage moet, dat weet u, aan heel wat voorwaarden voldoen vooraleer het dossier wordt goedgekeurd en uitbetaald. Een aantal van die voorwaarden zijn op het moment van de beslissing niet te voorspellen. Grosso modo zijn er 2 belangrijke redenen om terug te vorderen, financieel en pedagogisch. De verhouding tussen deze 2 is ongeveer 40-60. Terugvorderingen om financiële redenen zijn het gevolg van het werken met een vermoedelijk inkomen. Dat is volgens mij wel een van de sleutelelementen van het systeem. Het feit dat een toekenning kan gebeuren op basis van een actueel inkomen in plaats van een inkomen van 2 jaar geleden. De administratie gaat hier zo zorgzaam mogelijk mee om, maar het is onvermijdelijk dat er hierbij soms een verkeerde inschatting wordt gemaakt, aangezien de inkomensinformatie die wordt aangeleverd soms onvolledig is. In de praktijk leidt een controle van deze gegevens tot evenveel bijbetalingen als terugvorderingen. Het is kiezen, collega Soens, maar we zien dat het feit dat we ons niet meer baseren op 2 jaar geleden, maar op het actueel inkomen, in het overgrote deel van de dossiers is dat een enorme stap voorwaarts. Maar er blijft voor sommigen een verrekening nodig. De terugvorderingen om pedagogische redenen zijn het gevolg van de huidige regelgeving, waar hier al vaak over gediscussieerd is, maar die regelgeving is wat ze is. Dan de schoolinfrastructuur, pagina 100, 101 en 108. Collega Gené, ik zal de hocus-pocus ook proberen uit te leggen voor u. Wat de begroting rond de investeringen betreft, eerst en vooral. De hocus-pocus betrof vooral de BTW, denk ik. Dat was eigenlijk uw voornaamste zorgpunt. Waar ziet je dat nu en waar zit dat allemaal? We hebben beslist om bij de begrotingsaanpassing 16, dus dat er naar aanleiding van de BTW-verlaging in zaken scholenbouw van 21% naar 6%, bijkomende verbintenissen konden worden aangegaan door Agion en het GIO.
De winsten in verband met de btw-verlaging worden dus tot de laatste euro aangewend voor schoolinfrastructuur. Daar verwijs ik naar alle kredietvolumes die toch wel, vind ik, heel transparant en artikel per artikel te volgen zijn in de memorie van toelichting. Je moet in zaken het effect van de btw onderscheid maken tussen enerzijds het effect van de vastleggingen sinds 1 januari 2016, dat is het moment dat de verlaagde btw inging, en de vastleggingen voor 2016, het zogenaamde historisch encore. Vanaf 1-1-16 is het zo dat de machtigingskredieten voor schoolinfrastructuur niet gewijzigd zijn. Dat is ook evident, omdat, ondanks die verlaging naar 6%, waarom? Omdat je met hetzelfde budget veel meer projecten kunt vastleggen. Dus voor de nieuwe vastleggingen is die btw-recuperatie als het ware automatisch ingebakken in het subsidiesysteem, omdat we rekening houden met 6% btw en gewoon meer dossiers kunnen toekennen. De vastleggingen voor 1 januari 2016... Daar waren er een reeks projecten die nog waren vastgelegd aan 21% btw, maar waarvoor de facturen slechts, waarop slechts, als je de facturen bekijkt, 6% verschuldigd is. Ter compensatie daarvan is er binnen de Vlaamse regering afgesproken dat over een termijn van minstens 3 jaar ik bijkomend 3 keer 10,6 miljoen euro of 31,8 miljoen euro in totaal ter beschikking krijg. Maar dit is natuurlijk, collega's, een raming. Nu is het zo dat bij de begrotingscontrole 17 er gekeken is naar de werkelijke realisaties over 2016 en dat we daar bovenop de 10,6 miljoen euro die we geraamd hadden nog een bijkomende btw-recuperatie hebben kunnen doen van 4,1 miljoen euro bij Aegon en 1,9 miljoen euro bij het GIO. Dus waarom komen die budgetten daarbij? Omdat de raming... dat het eigenlijk een onderraming was en dat er meer gerealiseerd is. In afwachting nu van de werkelijke realisaties in 2017 is de bijkomende machtiging nu weer teruggedraaid, uiteraard, om her te bekijken bij de budgetcontrole 18. Dus in 18 gaan we weer zo'n operatie zien en kijken wat zijn de werkelijke realisaties bovenop die aanvankelijke 10 miljoen. En daar wordt dat bedrag dan juist gezet. Dus we hebben telkens bij de begroting... begrotingsopmaak gaan we terug naar de 10,8 en bij de begrotingsaanpak kijken we dan, kan er iets meer gegeven worden. En dat mechanisme is, dacht ik, vrij helder beschreven op pagina 101 van de memorie van toelichting. Dan de beschikbaarheidsvergoeding voor scholen van morgen. Die compensatie, daar hebben we hier ook al heel uitvoerig over gesproken. Naarmate de realisatie van het DBFM-programma en dus ook de beschikbaarheidstoelagen die moeten betaald worden, zou het afgaan van het globale infrastructuurbudget. We hebben daar een pak extra middelen lang geleden voor voorzien. En omdat die middelen die lang geleden voorzien waren dreigen overschreden te worden, heb ik vorige week toegelicht dat de stijging van de beschikbaarheidsvergoeding met 9,5 miljoen euro, dat we bij de extra budgetten daar extra middelen voorzien om de DBFM-effecten op te vangen binnen de extra investeringsimpuls. We blijven dus absoluut investeren in schoolinfrastructuur, ook door extra in te zetten op huursubsidies, waarvoor eind dit jaar nog een nieuwe, ik heb het al gezegd, oproep zal gelanceerd worden en waarvoor we ook 3 miljoen euro extra in de Aegon-begroting inschrijven. En dan vermeld ik ook nog ter informatie de 550 miljoen euro voor de nieuwe DBFM'en. Wat de subsidieaanvragen... Er zijn nog een aantal technische vragen, maar ik ga dat vanmiddag behandelen, als u dat goed vindt, bij de beleidsbrief. En dan was er nog één vraagje op pagina 109-110 rond de VZW-UCOS, vraag van Jodero. De subsidie die het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerkingen 18 ontvangt, ligt iets lager dan de voorbije jaren, maar is nog van dezelfde grote orde, 178.000 euro in 18 ten opzichte van 180.000 euro de jaren ervoor. De ontvangsten vanuit de Vlaamse overheid betreffen enerzijds sociale toelagen en anderzijds projectsubsidies voor specifieke doeleinden. Die subsidies werden altijd aangevraagd conform de geldende wetgeving. Het is dus niet zo dat vanuit Vlaanderen beslist is om zomaar een terugval van de middelen te compenseren. Dat volgt de inkomsten. Het departement... dat was een kleine opmerking, heet sinds kort evenwel het Departement Buitenlandse Zaken. U hebt uw verbazing daarover geuit en dat is zo opgenomen in het uitgavendecreet. Dus dat is de reden waarom ik ook deze benaming gebruik. Ik denk dat ik hiermee alle punctuele vragen beantwoord heb. Ik hoop het. En zo niet, dan mag u mij gerust nu of later
uw aanvullende vragen melden. Ja. Collega's, zijn er bijkomende vragen, opmerkingen bij de antwoorden? Niet meteen. Dan kunnen wij de bespreking omtrent de begroting afronden. Kunnen wij overgaan tot stemming? Oké. Ja, we zijn mee genoeg. We zijn mee genoeg. Ja. Kunnen wij... Er zijn geen amendementen ingediend met betrekking tot de begroting. Dus dat zou meteen kunnen dat er gestemd wordt over het geheel. Goed. Wie is voor? Wie is tegen? Onthouding? Ja, voor het programmadecreet is er één amendement vanuit de regering. Is het goed dat wij eerst stemmen over het amendement en dan over het geheel? Of is de vraag om artikelsgewijs te stemmen? Over het amendement stemmen? Goed. Wie is voor het amendement? Tegen, onthouding, goed, en wie is voor het gewijzigde decreet? Tegen, onthouding, goed, dan is begroting en programmadecreet gestemd. En kunnen wij overgaan tot de verdere bespreking van de beleidsbrief in de namiddag.